Hallo, kun je mij horen? Zit dan eens even in de chatbox of dat je mij goed kunt zien en of dat je mij goed kunt horen. Dus op dat icoontje met dat ballonnetje. Als je daarop klikt en als je daar dan iets in typt, dan weet ik dat alles werkt zoals dat moet. Romy zegt jep. Oké, nu de rest nog. Voilà. Iedereen ziet en hoort mij. Dat is al goed. Dan weet ik dat dat al werkt. Oké, we gaan even zien dat er nog wat aanmeldingen gaan binnenkomen. Omdat die link wat vertraagd is verstuurd. Voilà. Charlotte zegt ook dat beeld en het geluid werken. Leuk. Dat is toch al iets. Goed. Dat is wel handig, die een chatbox. Dat is echt wel tof. Oké. We gaan nog even gewoon zitten en wachten, denk ik. Dan kunnen we zien dat iedereen tijd heeft om zijn eigen aan te melden met die nieuwe link. Ik zal eens kijken of er niks nieuws is binnengekomen. Voorlopig nog niet. En dan gaan we over een minuutje of twee beginnen, hè. Dank u, mooi hemdje. Kijk, mijn paardjes. Speciaal voor de webinar, hè? Cool. Het webinar over freestyle. Ik hoop dat ik jullie allemaal veel concrete informatie ga kunnen geven, hè? Zijn er mensen die daar al vragen hebben op voorhand? Mocht je die ook al typen, hè? Dan kan ik daar zoiets direct op inspelen. Dan schrijf ik ze al eens op. Dat valt precies nog mee. Dat is al goed, dan komen de vragen zoiets wel. Als ik heel mijn uitleg gedaan heb. Het webinar gaat ongeveer 40 minuutjes duren. En dan is er daarna nog een beetje tijd voor. Goed. Ja, ik ga uitleg geven vanaf nul. Ik heb het zo uitgeschreven dat iedereen wel zou kunnen volgen. Dat is de bedoeling. 5 jaar KWPN. Kansen. En welk type paard heeft het meeste baat bij freestyle? Zo, ik heb al een aantal goede vragen en ik zal die straks wel op voorlezen. Dan hebben jullie die ook. Oké, supergoed. Dan denk ik, we hebben nu al 3 minuutjes ongeveer gewacht. We zullen stilletjes aan beginnen. Dan moeten jullie ook niet te lang wachten. En dan kan de rest die daar later aankomt nog wel inpikken. Oké, superleuk. Oké, het eerste. Wat ik jullie wil laten zien is dat ik mijn scherm kan delen. Dus ik kan hier de PowerPoint zo opzetten. En dan hebben jullie normaal het heel beeld van de PowerPoint. En ik wou even vragen of dat jullie dat zien zitten, dat ik zo overspring om mijn uitleg te doen. Of hebben jullie liever dat gedeeld scherm van daarnet met de twee beelden naast elkaar? Dat mocht je ook nog even zeggen. Want dan weet ik wat dat voor jullie zo het aangenaamste is. Voor mij is deze het aangenaamste. Deze vind ik een fijne om mee te werken. Maar het is wel leuk om jullie mening daar ook over te hebben. Ondertussen zijn er al nieuwe deelnemers erbij. Dat is goed. Twee delen naast elkaar zie ik hier al staan. Ook het gedeeld scherm. De PowerPoint, Nathalie, het gedeeld scherm of... Dus de twee naast elkaar, denk ik, hè, voor iedereen. Beide beelden samen. De twee beelden is goed.
Twee naast elkaar. Oké, dat is duidelijk. Voilà, dat is leuk. Dat is gemakkelijk. Dan kunnen jullie ook zien hoe dat ik uitleg. Voilà. Dan kunnen jullie ook zien hoe dat ik uitleg en hoe dat de beelden, hoe dat de PowerPoint ernaast staat. Dat is gemakkelijk, inderdaad. Oké, dus we gaan eraan beginnen, hè. Het is al 10 na 10, dus we gaan niet te hard uitlopen. How to freestyle. Dus rijden in vrijheid, hoe begint je daar nu aan? Dat is een hele grote vraag van heel veel mensen. Ze zien dat wel, dat dat bij andere mensen lukt. En ze denken direct, dat is een superstem en mak paard. En dat kan alleen maar met dat paard, want die is braaf en cool in haar hoofd. En ja, dat gaat mij nooit lukken, want de mijne is zot in zijn kop. Zoiets. Maar niks is minder waar. Het hangt er vanaf wat je erin steekt, hoe dat je eraan begint en hoe goed dat je het allemaal uitvoert. Wat gaan we allemaal overlopen? Dus wat komt er aan het bod? Het eerste is, waarom zouden we freestylen? Van waar komt dat en hoe is dat ontstaan? Wat wil je ermee doen? Waarom heb je dat zogezegd nodig om een betere band met je paard te krijgen, hè? Als je dan beslist hebt waarom dat je wilt freestylen, dan is eigenlijk uw vraag wat dat je ervoor nodig hebt. Hoe begin je daaraan? Welke basis moet je eigenlijk hebben om je freestyle goed te krijgen en om eventueel echt in vrijheid te kunnen rijden? En hoe bereik je die vrijheid? Dus hoe kom je nu ertoe dat je met je paard kunt communiceren zonder dat er hulpmiddelen aan te pas komen buiten je eigen lichaam? En helemaal op het einde heb ik nog een gratis extra tip voor jullie. Dus je moet zeker blijven kijken tot ik gedaan heb. Want dan krijg je eigenlijk een tip die ervoor gaat zorgen dat alles nog net een klein beetje gemakkelijker gaat. Zo dat laatste stukje, dat laatste puzzelstukje dat je werk gewoon afmaakt. Dus dat komt helemaal op het einde. En ja, nu gaan we eerst beginnen waarom dat je zou willen freestylen. Zijn er mensen die dat daar zelf al een antwoord op bedacht hebben van waarom zou ik willen freestylen? Is dat iets dat je fantastisch indrukwekkend vindt? Waarom dat je dat dan zelf ook wilt kunnen bereiken? Of heeft dat voor jullie nog een andere betekenis? Ben daar eens benieuwd naar waarom dat mensen willen freestylen. Bij mij was dat gewoon, wow, dat is supercool, dat wil ik ook kunnen. En dat was het. Dus ik denk dat dat bij veel mensen ook zo is, maar je mocht zeker een antwoord formuleren. Dan zal ik het eens voorlezen voor de rest. Dus waarom zou je zelf willen freestylen met je paard? Waarom? Voilà. Romy zegt dat voor de connecties met haar paard. Die wordt daar inderdaad beter van. Dat is een soort van ultieme testen. Als de connectie met je paard niet helemaal goed zit, dan gaat het wel heel moeilijk worden om zonder hulpmiddelen oefeningetjes te doen. Is dat voor iedereen een beetje? Of zijn er ook mensen die dat daar iets anders van? Ik vind het superleuk uitzien. Het lijkt me de ultieme bevestiging van een vertrouwensband met je paard. Ja. Om los van hulpmiddelen te komen via connectie met mijn paard in het partnerschap rijden. Ja. Het gevoel dat je tijdens het freestyle rijden eens bent met je paard, zalig gevoel. Zwaar Ina, dat heb ik ook echt. Echt dat freestyle rijden, zo zonder tools, dat moet echt fantastisch zijn. En inderdaad, een partnership, dat moet zo zijn, want anders, hoe minder dingen dat eraan hangen, hoe minder dat je eraan kunt prutsen, meer verantwoordelijkheid geven aan je paard. Ja, dat is goed voor hun zelfvertrouwen. Dat staat er inderdaad ook bij, extra zelfvertrouwen. Het hoogtepunt van communicatie lijkt me de manier om een team te vormen. Dat zegt Lien. Dat is inderdaad heel mooi. Oké, superleuke, coole, nieuwe uitdagingen. Allemaal waar. Vind ik leuke antwoorden. Oké, wat heb ik ervan gemaakt? Waarom freestyle? Freestyle is eigenlijk geen ultiem doel op zich. Allee, daarvoor is het niet ontwikkeld. Zo is het niet ontstaan. Het is ontstaan met. Het is een manier om hun doelen net ietsje sneller te bereiken. Het is geen doel op zich, maar het is een manier om naar uw doel te geraken. Veel mensen, hun doel is om zo goed mogelijk een bepaald parcours te kunnen doen.
zo goed mogelijk hun oefeningen, hun dressuuroefeningen te doen. Of om op het strand te kunnen galopperen. En als ze dan wow zeggen, dat hun paard ook stopt. Zo van die zaken gaat je eigenlijk verbeteren door een beetje onafhankelijker te worden van je tools. Wat dat ze eigenlijk zijn beginnen doen, is ik ga zo weinig mogelijk hulpen geven. En hetgeen wat altijd aanwezig is, is mijzelf. Dus stel je voor dat je hoofdcel kapot gaat en het is uit, kan ik dan nog verder zonder? Hoe goed is mijn primair hulpmiddel, dat is uw zit, hoe goed is dat? Dat is de vraag die dat gesteld is geweest, van waarom freestyle? Wel, je gaat eigenlijk elk hulpmiddel dat je hebt, gaat je isoleren van het andere. Dus je rijdt met je benen rond je paard, je gebruikt je benen om te sturen, maar in eerste instantie gebruik je je zit. En dat zijn je bovenbenen, die zijn ten allen tijde rond je paard aanwezig, die kun je niet weghouden. Dus daarmee gaat je eigenlijk je communicatiebasis leggen. En als dat er niet is, dan ben je er eigenlijk niet meer. Maar wij gebruiken eigenlijk veel meer over het algemeen onze teugels. Ja, wat dat wij in onze handen krijgen, dat is voor ons hetgeen waarmee dat we gaan communiceren. En daar moeten we van terugkomen. Als je dat niet meer gebruikt om je controle uit te voeren, dan kun je die teugels dus uiteindelijk wel gebruiken voor de puntjes op de i te zetten. Je doet alles met je zit. Je zegt, ik wil dat je hoofd in die richting gaat. Ik wil dat je lichaam naar voren stretcht. Ik wil dat je deze tempo aanneemt. En dan gaat je met je teugels zeggen, en nu nog een klein beetje zo. Hop, en je zit in een prachtig manoeuvre. Zonder dat je het moet trekken en sleuren, want je paard heeft al gereageerd op je lichaam. Daarvan komt dat. Dat is het nut van freestyle. Maar ik wil dat ook wel graag als ultiem doel. En ik vind dat ook heel fijn dat dat gewoon de reden is waarom dat je het doet. Dat in vrijheid lopen, dat door de bossen kunnen slalomen zonder dat je aan teugels moet trekken. Dat is iets dat heel puur is. Dat komt van, terug van in de tijd van de Indianen. Die deden dat ook ongeveer zo. En van die films van Spirit en alle paardenfilms waarin dat ze zonder materiaal rijden. Dat is gewoon super harmonisch, ultiem partnership, dat is gewoon zo. Dus we gaan het hier wel even bespreken als het ultieme doel, maar weet dat het niet altijd zo moet zijn en dat het u ook gaat helpen met het bereiken van uw andere doelen. Als je het op de juiste manier aanleert en opbouwt, dat is super belangrijk. Je moet het echt op de juiste manier aanleren en opbouwen. Als je dat niet doet, dan gaat het u niet helpen om uw andere doelen te bereiken. Oké. Je moet niet per se een eigen paard hebben hiervoor. Ik heb ook geen eigen paard. Candy is momenteel van iemand anders en ik rijd daar al 15 jaar mee ondertussen. Dus als je een vaste stick hebt waar je naartoe kunt, dan heb je ook de kans om een band op te bouwen en te gaan voor de beste communicatie mogelijk. Goed. Het volgende stukje is, ik heb al gezegd, dat je zit superbelangrijk is. Dat is hetgeen waarmee je contact houdt met je paard. Hoe dan ook, welk bit dat je in hebt zitten, welk hoofdcel dat je aan hebt, is dat bit of bitloos? Heb je een zadel, rijd je zonder zadel, rijd je met een padje? Het maakt allemaal niet uit. Zonder dat je een zit hebt, ben je eigenlijk niet aanwezig voor je paard. Tenzij dat je al een heel goed partnership hebt van op de grond, dan ben je er wel. Maar als je erop zit, moet je paard de zit voelen. En als je zit er niet is, kunnen ze je niet voelen, dan gaan ze moeten kijken. Dus eigenlijk ben je onzichtbaar voor je paard. Zonder je zit ben je onzichtbaar, tenzij dat ze kijken. Dus wat heb je nodig voor je freestyle? Dat is een supergoeie, 300% werkende zit. Uw paard moet begrijpen wat uw zit is, wat dat je betekent. En elk paard heeft daar van nature, van zichzelf, al heel veel feeling voor. Als je op een jong paard opstapt en je leunt met uw zit naar voren, dan vallen die een beetje naar voren en die beginnen te wandelen.
Als je dan je zip terug naar achter trekt, dan denk je die, oei, alles gaat hier naar achter. En die beginnen al af te remmen en te stoppen. En dat is eigenlijk heel brut uitgelegd. Maar het is door de mensen die dat gaan negeren en dat niet gaan bevestigen dat dat paard eigenlijk juist aan het denken is en mee aan het reageren is op een zit, dat dat verdoofd wordt. Het is door de training van mensen dat het gevoel van het paard verdoofd wordt. Want die zijn, in het begin zijn die allemaal hypergevoelig. En dat is ook een belangrijke om te onthouden. Alles wat jij doet, betekent wel iets, hè, voor je paard. Tenzij dat jij zegt dat het niks betekent. Maar als je 20 keer gezegd hebt dat het niks betekent, betekent het ook niks niet meer in de toekomst. Hè. Als ik iedere keer zo doe, op je schouder, en je kijkt en je zegt, ah ja, wat is er? En ik blijf dat gewoon doen en ik reageer niet en ik bevestig niet dat ik uw aandacht wou, dan gaat jij dat op een duur negeren. De volgende dag, als ik zo kom doen, dan gaat jij al zoiets hebben van, laat maar, dat betekent toch niks. Je gaat toch niks vragen, laat maar. En dat is wat wij bij onze paarden ook creëren. Onze benen die bewegen continu, ons gewicht verplaatst continu. Als je aan het zoeken bent naar je eigen balans, ja, dan heb je dat inderdaad. Dat je beweegt zonder dat dat iets betekent voor je paard, tenzij dat je zelf heel goed weet wat het zou kunnen betekenen. Als je paard dan naar links gaat, gaat dat mee, want je hebt dat misschien onbewust al gevraagd. Maar even drinken. Heeft iedereen zijn tas koffie bij? Want we gaan nog even door. Hè? Dus wat heb je nodig? Dat is heel simpel. Goede communicatie. Weet wat je wilt en je zit. Dat is het eerste. Als je zit niet goed werkt en het zit niet goed, dan kun je er niet aan beginnen. Dus dan moet je paard nog niet beginnen uitkleren. Oké, dan gaan we naar het volgende. Hoe krijg je nu die connectie? Hoe zorg je nu dat je uiteindelijk naar die vrijheid kunt? Hoe zorg je ervoor dat uw paard begrijpt wat uw zit betekent. En hoe zorg je ervoor dat zaken die in het verleden al verdoofd zijn, hoe zorg je ervoor dat je dat terug kunt activeren, dat je dat terug betekenis kunt geven? Wel, het eerste wat ik ga aanhalen is dat je gebruik gaat maken van de opbouw van een druk, maar wel met een zachte touch, met een soft touch. Zo. Je mag je paard niet ergens in duwen of ergens in sleuren, want dan is het niet hun eigen idee geweest. Dat is een heel belangrijke. Dus je gaat wel druk opbouwen. Daarmee bedoel ik dat je bijvoorbeeld eerst je zit gaat inzetten. Want dat is het eerste wat je nodig hebt en dat is ook het laatste wat je gaat over hebben. Dus het is logisch dat je dat als eerste signaal gebruikt, je zit. Het tweede signaal is bijvoorbeeld dat je met je knie, met je bovenbeen of met je onderbeen in dezelfde richting gaat beginnen duwen. Dus ik ga mijn zit draaien en ik ga mijn been meenemen. Mijn been sluit een deur. En dan, dus mijn paard voelt al twee extra elementen. Hè? Mijn zit is gedraaid en mijn been komt erbij. En als je dan zegt van oké, dan ga ik opbouwen en ik doe daar nog een teugel bij die dat de deur sluit. En ik doe een andere teugel bij dat de deur opent. Dus je ene sluit, de andere opent. Dan komt er een deur open. Dus je paard begint al te voelen van ah ja, eigenlijk moet ik misschien naar daar. Maar we gaan niet bam, 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 ga maar naar daar, ik duw wel. Want dan kan je paard niet nadenken. Dat is niet de bedoeling van freestyle. Je paard moet inderdaad die verantwoordelijkheid hebben. Dat was wat Nathalie zei. Als je minder dingen hebt die dat aan je paard hangen, kun je er minder aan prutsen. Geef dus meer verantwoordelijkheid aan je paard. En dat is goed voor zijn zelfvertrouwen, want hij gaat sneller willen inpikken op wat jij aanbiedt. Dus wat zijn die fases? Dat is hetgeen wat je één voor één gaat toevoegen en gaat opbouwen. Stel dat je alles al hebt.
Dus je hebt je wissels gedraaid, je hebt je been gedraaid, je hebt een teugel gesloten, je hebt een andere teugel geopend. En je paard gaat nog altijd niet in de juiste richting. Dan kun je daar nog ritmisch mee worden. Dan kun je nog ritmisch een beetje met je been poef, 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 poef. Een beetje bumpen, noem ik dat. Dat is bump, 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 bump. Eventueel met die teugel die dat geopend is ook van, allee, naar hier, naar hier, naar hier, naar hier. Maar dat is nog altijd met die soft touch. Dat is heel zachtjes beginnen en kijken van, gaat hem hierop reageren? De moment dat hem nog maar een halve seconde denkt, naar daar, moet jij zeggen, ja, en alles moet weg. Dat is uw release, dat is uw bevestiging. Dus dat is super belangrijk. Dat is het eerste waarmee dat je aan de slag kunt gaan. Is die een opbouw van druk. Iedere keer een extra hulpmiddel, een extra aanwijzing toevoegen voor je paard, zodat hem zeker snapt waar dat jij naartoe wilt. En uiteindelijk uw release. Dat is super belangrijk. Oké. Het tweede is dat je je hulpen gaat isoleren van elkaar. Wat bedoel ik nu met dat isoleren? Dat is dat je ze los van elkaar moet kunnen gebruiken. Als ik mijn paard zijn voorbenen wil verplaatsen, kan ik dat dan met mijn sit? Stel dat het antwoord ja is, kan ik dat dan ook met mijn teugels? Zonder dat ik mijn benen moet gebruiken. Want dan weet je dat je paard begrijpt wat dat uw teugel is. Want als je paard niet begrijpt met welke onderdelen van zijn lichaam een teugel verbonden kan zijn, dan gaat je dat ook niet kunnen gebruiken als verfijning. Maar kan ik dat ook alleen met mijn benen? Je gaat al je hulpen een beetje los van elkaar moeten schakelen, zodat je al je losse puzzelstukjes maakt en creëert, zodat je die nadien allemaal in elkaar kunt steken en dat je dan je schoon verhaal hebt. Dat je dan je foto hebt. Maar zonder die puzzelstukjes kun je niet puzzelen. Je kunt het niet in elkaar steken. Je kunt het niet in één geheel vormen. Dus je moet eerst zien dat die puzzelstukjes allemaal mooi en goed werken. En dan kun je beginnen puzzelen. Dus, dat is je tweede. Leer met je benen en met je zitrijden en niet per se met je handen. Als je doel is, ik wil freestyle gebruiken om mijn ultieme doel te bereiken, dan moeten je handen ook geïsoleerd zijn. Dan moeten je handen ook alleen kunnen werken zonder dat al de rest erbij is. Als ik mijn linkerteugel ophef en een beetje naar achter breng en verplaats, dan wil ik dat mijn paard hetzelfde doet met haar linkervoorbeen. Bijvoorbeeld. Dus ik neem mijn teugel op en ik doe zo en ik wil dat mijn paard haar linkervoorbeen opheft en zo doet. Dus dat is ook een belangrijke om rekening mee te houden, zodat je weet wat dat je wilt. Dat is een superbelangrijk. Je moet weten wat dat je wilt. Wilt je dat je paard perfect is in freestyle, gewoon omdat het freestyle is, concentreer je dan op je benen en op je zit. Wilt je freestyle gebruiken om alles te verbeteren, doe dan dat van die handen er zeker bij. Dat je paard ook weet wat dat teugels betekenen en dat die verbonden zijn met die benen. Goed. Het laatste is, hoe bereik je nu die vrijheid? Wel, logisch afbouwen. Niet in één keer alles uitgooien en denken, nu gaan we eens freestylen. Dat kan gevaarlijk zijn. Dus werk eerst aan die eerste twee puntjes en pak daarna pas je derde aan. Dus gooi niet meteen alles uit, maar ga systematisch te werk. En dan komen we eigenlijk aan de losse hulpmiddelen, zal ik maar zeggen. Die hangen niet echt aan uw paard. Dus het enige hulpmiddel dat je wilt overhouden, bent jij, jezelf en je zit. Maar hoe ga je dat dan doen als je je hoofdcel afpakt? Stel je voor dat je paard er 80% is. Hij begrijpt je 80%. En je denkt, nu moet ik eigenlijk wel dat hoofdcel eens een keer beginnen afdoen. Dan zijn er nog hulpmiddelen die dat je nog kunt gebruiken. En dat gaat over een nekroop,
over een nikring, over twee stikjes die daar voor u een tussenstap kunnen vormen. En dat is niet alleen voor u, dat is ook voor uw paard. Dat is zo een tussenstap van, ik kan nog een extra hint geven als je in de verkeerde richting denkt op basis van mijn zit. Want dat kan, want je moet ook uw balans blijven behouden. Als je paard heel even een gek trekje heeft en je balans is heel even weg, dan gaat het blij zijn dat je nog heel die ring daar hebt hangen. Of dat je nog een stikje hebt om die neus in de juiste richting te plaatsen. En het zijn allemaal gewoon die extra hulpmiddeltjes dat je paard gaan leren denken naar waar moet ik? Of wat voel ik? Of wat biedt ze hier nu aan? Waar is mijn weg dat ze zoekt? Dus daarvoor gaan we dus inderdaad nog een tussenstap toevoegen. En dat zijn de neckropes, de nekringen, de stikjes. Eén stikje of twee stikjes, maar allemaal zelf kiezen. Experimenteer daarmee en kijk waar dat je het gemakkelijkste mee om kunt gaan. En waarmee dat je paard ook het gemakkelijkste om kan gaan. Dat is voor elk paard anders. En dat is helemaal oké. Ik ga niemand verplichten om met een nekring te rijden omdat ik dat heb gedaan. Dat is helemaal niet de bedoeling. En ik heb al een paar hints gegeven naar deze slide. Omdat your focus determines your reality. Dat is nu eenmaal hoe dat het werkt. Als je exact weet waar dat je naartoe wilt en hoe dat je iets wilt, dan weet je paard dat ook. Omdat je al de rest een beetje gaat corrigeren en afblokken en had dat een beetje kunnen tegenhouden, waardoor dat je paard sneller in de juiste correctie gaat krijgen en in de juiste houding gaat krijgen. Omdat je al weet wat dat de juiste houding gaat zijn, gaat je dat ook op de juiste tijd kunnen belonen. Op het moment dat je paard richting je idee beweegt, gaat je dat al kunnen belonen. Als je niet weet wat je idee is, gaat je dat ook niet kunnen belonen. Want je gaat het missen. Want je gaat pas heel goed voelen dat het er is, dat het helemaal juist is. Maar je mocht niet wachten op dat moment. Je moet het al op voorhand een beetje weten, zodat je je paard kunt helpen om daar te geraken. Het is een beetje vergelijkbaar met het spelletje warm-koud. Je legt een voorwerp ergens. En hoe dichterbij dat iemand geraakt, hoe meer dat je warm gaat zeggen. Maar als je niet al op voorhand weet van, mijn voorwerp ligt op de pianohinder, gaat je niet op tijd warm beginnen zeggen. En dan gaat je persoon naar een ander ken beginnen wandelen op zoek naar hun eerste warm. Dat hebben paarden ook. Hè. Die zijn aan het zoeken naar wat wil ze nu en is het deze of hier of daar. En als je niet snel genoeg het eerste idee dat in de juiste richting gaat bevestigt, dan gaan ze er ook niet naar verder bouwen. Dan gaan ze ervan terugkomen en iets anders proberen. En dan ben je koud in plaats van warm. En koud, mensen zeggen heel graag koud tegen hun paard. Koud, 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 koud. Maar het is veel leuker als je kunt zeggen warm, warm, warmer, nog warmer, heet, lava. Zo die dingetjes. Dat is veel leuker om te kunnen zeggen dan koud, 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 koud. Voor je paard ook. Dan krijgen ze veel meer plezier in het werk. Die focus, die kan u helpen. We gaan ons paard ook helpen, niet alleen met warm-koud, maar ook met hun intelligentie. Paarden houden van herhaling. Patronen. Die willen voorspelbaarheid. Als jij, kent je zo die paarden die dat in de manege altijd stoppen aan de poort? Ja, paarden die daar voorbij de poort wandelen in de piste en dan denk je, het is gedaan, we gaan stoppen, we zijn aan de poort. Maar dat eigenlijk helemaal nog niet waar is. Maar ze weten dat. Aan die poort, als we daar stoppen, dan is het gedaan. Wel, je mag dat een beetje misbruiken. Zet ergens een kegel in je piste. Wandelt daar in een rechte lijn naartoe. En op het moment dat je paard met zijn neus aan die kegel passeert, ga jij zit doen en je gaat stoppen op je zit. Je zegt, wow, je pakt je teugels erbij. En je gaat dat systematisch altijd afbouwen. Iedere keer als je bij die kegel bent. Dus de eerste keer gebruik je al je hulpmiddelen. Alles wat je nodig hebt. Dus we gaan naar de kegel. We doen zit,
teugels, ho, wachten, beetje naar u toe trekken die teugels, dat je wat druk kunt opbouwen, eventueel uw benen wat naar voren, want je kunt uw benen ook als visueel hulp gebruiken. Eventueel met uw benen wat tegen de schouders bumpen. Dat is echt het idee van, oh, hier moet ik niet voorbij. En een tweede keer ga je dat opnieuw doen. En een derde keer ga je paard denken, ah, die kegel. Ja, daar zijn we al twee keer gestopt. Dus je gaat al beginnen afremmen op voorhand. Dus dat betekent dat jij je laatste hulpmiddeltjes al kunt weg laten vallen. Hè? Als je paard al weet dat hij moet gaan stoppen, moet je niet meer aan je teugels komen. Waarschijnlijk. En zo een paar keer herhalen. Dat mag 100 keer. Als je paard dat 100 keer nodig heeft, dan doet je dat 100 keer. Wat dat je niet mocht doen, is na de 80ste keer dat je paard dat gesnapt heeft, we kegel voorbij wandelen. Dat hoeft nog niet. In het begin, hè, om te starten met freestyle, moet je het niet moeilijk maken. Werk stap per stap. In het begin gaat je veel herhaling doen en je gaat veel herhalen en je gaat dat opnieuw doen. En je komt de dag nadien terug en je doet nog eens hetzelfde opnieuw. En je zet je kegel eens op een andere plaats, dat maakt mij niet uit. Maar als je niet wilt stoppen bij je kegel, dan zorg ervoor dat je kegel niet passeert. Zo simpel is dat. Of je kiest een vaste paal in je piste, of je zet twee kegels, of je zet een keer drie kegels. Dan heb je wat variatie, dan kun je van de ene kegel naar de andere kegel draven en stoppen. En zo ga je ermee beginnen, maar je gaat je paard niet verwarren. Verwarring is de grootste vijand van freestyle. En zodat je paard niet meer weet wat dat hem aan u heeft, waar dat je naartoe wilt. En hij is uw standvastheid kwijt, dan gaat hem u niet meer vertrouwen en gaat hem zelf beginnen experimenteren en dat hoeft niet. Ze moeten die verwarring vermijden. Ze moeten blijven vragen van, wat wilt je? Deze? Oké, klaar. Daar gaan we naar op zoek. Eén isolatie per keer. Dus wilt je je zit isoleren, dan werkt je aan je zit. Wilt je je handen isoleren, dan doe je dat in een andere sessie. Dat is voor morgen. Niet eerst de eerste 10 minuten je zit isoleren en daarna de volgende 10 minuten je handen isoleren. Dat kan enorm verwarrend zijn voor je paard. Als je er 100% zeker van bent dat je een super intelligent paard hebt, dan kun je eventueel twee isolaties per keer oefenen. Maar absoluut niet meer. Want daar kunnen ze niet aan uit. En ik zeg ook niet dat het enige wat dat je vanaf nu nog mag doen, is je freestyle oefenen. Maar doe dat bijvoorbeeld, je wilt graag jumping doen, of je wilt graag rijden in je piste en je dressuuroefeningen doen. En je eindigt je rijsessie, je trainingssessie, met het uitstappen van je paard. Dat is je moment om zo wat isolaties te oefenen. Of om zoiets 16 keer aan dezelfde kegel te stoppen. En je kunt dat gewoon perfect als uitstapmoment gebruiken. Of als inwerkmoment gebruiken. En dan daarna gewoon je training doen voor hun conditie, voor hun beweging, voor hun kracht. Dat mag. Dat is geen enkel probleem. Maar als je wilt focussen op je isolaties van je zit of van je benen, wat het de twee belangrijkste zijn om uiteindelijk zonder hoofdstel te rijden, dan doe je dat niet door elkaar. Niet zeggen, ik ga nu even mijn zit oefenen en ik ga op mijn zit stoppen en dan ga ik op mijn benen stoppen zonder dat ik mijn zit gebruik. En dan doe ik terug even mijn zit. Dat gaat je paard enorm verwarrend vinden en dat hoeft niet. Het laatste dat op deze slide staat voor uw focus is dat je duidelijk moet zijn. Wees duidelijk. Beloon elke juiste gedachte. Zeg alsjeblieft heel vaak warm, 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 heet, heter, lava, goed zo, uitbarsting, weet ik veel. Maar bevestig wat uw paard goed doet. Bevestig het. En bied hulpmiddelen wanneer dat ze het niet goed doen. Ik zeg niet dat je je paard niet mocht corrigeren. Je moet ze corrigeren, je moet ze helpen. Je moet ze in de juiste richting duwen. En als ze in de verkeerde richting aan het gaan zijn, moet je daar een hulpmiddel zetten dat ervoor zorgt dat ze dat niet meer doen.
Bijvoorbeeld, wilt je graag naar links afdraaien, zorg er dan voor dat je muur van je piste langs rechts is. Ze kunnen dan al niet meer denken, ik ga naar rechts. Dus gebruik die hulpmiddelen en bouw die dan ook op een logische manier af. Terug naar uw vorige slide. Als je een visueel hulpmiddel hebt, zorg er dan voor dat je dat gebruikt. Ik geef even uw concreet voorbeeld. Voor af te draaien op uw zit. Gaan we eerst onze navel in de juiste richting draaien. En je ziet, als ik mijn navel in een bepaalde richting draai, gaan mijn schouders al mee. Dus ik ga dat nog wat extra doen. Heel mijn bovenlichaam draait in de richting naar waar ik wil gaan. Mijn neus ook. Naar daar. Als je dat nu doet op je stoel, je voelt al dat je benen eigenlijk ook mee willen. Je voelt al dat je bovenbeen meedraait, met dat je navel gedraaid is, met je schouders, je neus. Je krijgt een bepaalde rotatie in je ruggengraat en de rest van je lichaam wilt meedoen. En dat mag. Ook als je op je paard zit, neem je been er ook bij. Breng dat desnoods een beetje naar voren. En als je dan merkt, gaat dat merken, gaat dat voelen. Als je niks aan je teugels doet, je paard gaat al een beetje afwijken. Als ik alles naar links draai, dan gaat mijn paard al een beetje mee afwijken naar links. Het is heel vaak doordat we onze teugels nog vast hebben, dat ons paard denkt, ah nee, nog niet. En dan kunt u de teugel nog doen en zeggen, ja nu. Maar daar wil je uiteindelijk vanaf. Dus laat die teugels maar mooi los en bevestig maar van, als ik mijn lichaam draai, kom jij maar mee. Komt uw paard niet direct mee, hè? En heeft hij zoiets van, ik heb geleerd om deze te negeren, ik ga lekker rechtdoor wandelen. Dan neemt je een teugel er redelijk snel bij. Maar je moet die stapjes volgen. Navel, schouders, neus, been, onderbeen en dan pas een teugel. Dat is uw volgorde. Niet alles tegelijk, want dan denkt je paard, wat moet ik doen? Eén voor één. Denk er nog eens terug, vorige slide, die volgorde. Alle stap per stap, juist een opbouw. Uw paard gaat leren om sneller en sneller te reageren. Uw paard gaat leren van, ah, hier is ze weer, met haar navel en haar schouders en haar neus. Ik zal hem maar afdraaien. Dan heb je dat been al niet meer nodig. Dan heb je die teugel al niet meer nodig. Op een bepaald moment gaat uw paard denken, ah, hier is ze weer met haar navel. Ik zal hem maar afdraaien. En dan moeten uw schouders ook al niet meer mee. Dan moet alleen die kern van je onderlichaam moet, alleen van je onderlichaam, van je middel, alleen je kern moet nog maar de richting aangeven en je paard gaat denken, dit ken ik, het is naar daar. En zo raak je van al je hulpmiddelen vanaf. Heeft je paard toch twijfel, pakt je been er even terug bij, maak het voor hem duidelijk, hallo, het is wel echt, hè? Je weet het wel, maar doe maar. En zo ga je je juist een opbouw krijgen. Zo ga je leren rijden met je zit. Door die altijd eerst heel aanwezig te maken. En ik praat hier over seconde 1 navel, seconde 2 schouders, seconde 3 de rest van je lichaam, seconde 4 je been en seconde 5 je teugel. Dus gewoon paf, 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 paf. En op een duur is het paf, paf, paf. En dan is het paf, paf. En uiteindelijk is het maar 1. Maar als je het zo gaat doen, dan ga je paard denken, ik weet het niet. Naar waar moet ik nu luisteren? Want alles komt toch altijd tegelijk. Of als je het zo doet, en dan weet hem het ook niet. Dan gaat hem altijd wachten op die twee laatste. Want die gaan pas echt zeggen wat dat moet doen. Die drie eerste, die gaan hem gewoon als één beoordeeld worden. Dus je gaat nooit van die drie eerste vanaf geraken. Dat blijft een geheel. Oké. Voor de meer gevorderde ruiters, die gaan merken dat hun paard misschien niet alles in de juiste buiging gaat doen. En misschien wel gaat afdraaien met zijn hoofd nog naar de verkeerde kant of met zijn poep nog een beetje in de verkeerde richting gaat uitzwaaien en dit en dat. En dan gaat je dus merken dat uw paard eigenlijk een contraststelling gaat aannemen. Dat betekent dat ze wel afdraaien naar daar, maar dat hun lichaam niet de mooie bochtvorm neemt die dat hem eigenlijk moet nemen. Dat is omdat je aan de verkeerde kant van je paard zit.
Die rug die is gemaakt uit twee rugspieren. En als je wilt afdraaien naar links, moet je zien dat je op die linker rugspier zit. Als je wilt afdraaien naar rechts, moet je zien dat je met je gewicht op die rechter rugspier zit. Dus dat gaat over het gebruik van je zitbeenknobbels en dat mag zeker aanwezig zijn. Dus zo krijg je die mooie oefeningen. Zo kun je een mooi achtje rijden. Als je daar geen rekening mee houdt, dan gaat je achtje ook niet veel trekken. Je gaat ook nooit in je galop die vliegende wissel kunnen bereiken, want je gaat niet kunnen wisselen van buiging en stelling. Dus dat is voor degenen die dat al veel meer rijervaring hebben en die dat effectief daarmee bezig zijn. Voor de mensen die dat daar nog niet mee bezig zijn, is deze iets waar dat je je eventueel nog in kunt verdiepen. Maar dat is geen cruciaal element om je paard aan te leren wat dat zit betekent. Dat kan ook zonder dat jij moet weten op welke kant dat je direct moet juist zitten. Maar je gaat dat wel voelen. Dus denk er maar aan, twee rugspieren. Wil ik naar links, ga ik op de linker rugspier zitten. Wil ik naar rechts, ga ik op de rechter rugspier zitten. Zo simpel is dat. Naast je wervelkolom, over heel die rug, van voor naar achter, is een grote rugspier. Langs de andere kant van je wervelkolom is dat ook. En als je aan de juiste kant zit, dan gaat je paard in de juiste richting buigen en dan gaat een mooi bochtje kunnen maken. Zo. Onze laatste tip. We zijn al een goede half uur bezig. Onze laatste tip is, kom je echt problemen tegen? Raak je echt niet van je hoofdstel vanaf? Heb je echt niet het gevoel dat je paard rustig onder u kan zijn? En dat als hem afdraait, dat hem dan altijd begint te draven? Als je wilt stoppen, dat hem heel lang nodig heeft om uit te bollen? Dat hem gewoon niet kan stoppen zonder dat je aan je teugels komt? Dan draai je het heel vaak over balans. Dan, uw paard heeft vier benen en die zijn van nature ontwikkeld om op die voorste benen te leunen en gras te eten. En die achterhand, die achterste benen, die moeten vrij zijn om te kunnen trappen naar roofdieren en weet ik veel wat. Vanaf dat er een ruiter op komt, moet dat gewicht verdeeld worden over die vier benen. Of zelfs een beetje meer naar die twee achterste benen. En dat is iets dat je in freestyle niet kunt aanleren. Daarvoor heb je heel veel extra hulpmiddelen nodig. Daarvoor heb je extra aanwijzingen nodig voor je paard. En die balans is uw gouden tip voor uw freestyle. En omgekeerd ook. Freestyle gaat u een balans helpen, maar eerst moet er een beetje balans zijn. En dat is het moeilijke. Als je een paard hebt met redelijk veel eigen balans, gaat je freestyle redelijk vlot gaan. En dat is al ineens een antwoord op Nathalie's vraag van voor welk type paard werkt freestyle het beste? Welke paarden hebben er het meeste baat bij? Wel, bij welke paarden gaat het gemakkelijkste? Dat is het antwoord daarop is... Paarden met een eigen balans kunnen heel gemakkelijk freestylen, want die lopen van zichzelf al redelijk goed op hun vier benen, dus jij verstoort die niet zo hard. Paarden zonder eigen balans, die heel veel ondersteuning van hun ruiter nodig hebben om op hun vier benen te lopen, die hebben heel veel baat bij het corrigeren van hun balans, dus dat je die gaat rechtrichten. Als je die daarna in freestyle krijgt, dan gaan die heel veel zelfvertrouwen krijgen. Gaan die veel beter op hun eigen benen leren lopen. De weg naar hun freestyle gaat veel langer zijn. Maar het plezier ervan gaat ook veel meer zijn. Dus paarden die dat veel baat hebben bij freestyle, dat zijn paarden met weinig balans. Als je eerst hun balans erop zet. Dus dan moet je even een omweggetje maken langs het rechtrichtparcours en je paard gaan rechtrichten om daarna te kunnen freestylen. Maar die hebben daar heel veel leervermogen in. Die hebben daar heel veel nuttige tips van. Die gaan knopjes omdraaien en die gaan veel meer zelfvertrouwen hebben. Die gaan veel vrijer worden in hun denkwijze. Paarden die introvert zijn en heel vaak in hun eigen hoofd malen en heel vaak moeite hebben met druk, die hebben ook heel veel genot van freestyle, want al het prutsen en proelen van de handen valt weg. Dus hun hoofd wordt vrij en leeg. En als die dan nog een bepaalde hoeveelheid beslissingsvermogen krijgen, dan vinden die dat fantastisch. En je ziet die helemaal openbloeien.
dat is heel fijn om te zien, want dat wordt eigenlijk een beetje een ander paard dan. Maar dus, uw laatste tip is, zorg dat die paarden balans krijgen in hun lichaam. Als je merkt dat ze niet zo goed op hun eigen vier benen kunnen lopen, als je merkt dat ze heel vaak zo naar voren, naar voren, naar voren. Die een oplossing van die paarden is altijd, ik ga naar voren. Ja, als je naar links wilt, dan ga die toch nog naar voren. Als je wilt stoppen, dan ga die toch nog naar voren. Dat is een hele goede meettool om te weten of dat ze goed een balans hebben of niet. Maar, ik heb goed nieuws voor jullie, want jullie hebben nu heel veel tijd om te oefenen, dus je mocht allemaal straks naar de stal wandelen en dan met je paard deze gaan oefenen. Merkt je dat uw paard problemen heeft met zijn balans, dan heb ik hopelijk op 6 juni voor jullie een themadag over balans. Hoe start je met balans? Dus dan kunnen jullie daar al direct voor inschrijven en dan weet je van, ik ga geholpen worden met mijn balans en dan kan ik daarna weer verder met mijn freestyle. Dus dat zou supergoed zijn. Vergeet dat zeker niet. In juni is er een start met balansdag en dan kunnen jullie allemaal komen. En dan ga ik jullie helpen met jullie balans, zodat jullie daarna terug verder kunnen met jullie freestyle en het ultieme doel van freestyle. Ik had hier nog een vraag van Anja. Was het, is het haalbaar om met een 5-jarige KW-bener al te freestylen? Wel, ja. Als je merkt dat je KW-bener op een juiste manier al een mak gemaakt is, zou je al vrij goed moeten kunnen freestylen. Want elk paard dat op een correcte manier al een mak gemaakt is, is al een mak gemaakt en ingereden op de zit. Zijn ze nog niet al een mak gemaakt, zorg er dan voor dat je bij een trainer komt die dat traint en rijdt met zijn zit. Elk paard dat correct gereden is op zijn zit of op de zit van zijn ruiter, moet kunnen freestylen. Kunnen galopperen aan een losse teugel, over heel de piste rond, losse teugel. En als je je zit naar achter brengt, moet je beginnen draven aan zijn losse teugel, heel de piste rond. Dan moet je naar stap gaan. Als je je zit afdraait, moet dat paard mee afdraaien. Is dat niet zo, begint je met je teugel te helpen. Het tweede dat hierbij komt, is niet alleen uw fysieke balans, maar ook uw mentale balans. Dus je gaat moeten kijken, een 5-jarige, dat is nog vrij jong. Die zijn misschien nog wat springerig naar hier en daar. Die hebben soms misschien nog ergens moeite met het wijken voor hun druk, voor hun been. Je moet echt heel goed, stap per stap, gaan onderzoeken waar reageert mijn paard wel goed op en waar niet. Komt je op ergens een waar niet? Dus dan is dat uw trainingspunt. Het doel van paardrijden is eigenlijk alles zo dicht mogelijk tegen perfectie krijgen. En als je kunt opstappen en dat is perfect. En je kunt vertrekken in stap en dat is perfect. En je wilt naar links afdraaien en je voelt, oei, hier hapert iets. Dan is datgene waar je op gaat trainen tijdens je reissessie. Ga je de hele tijd op zoek naar waar moet er nog een laagje vernis over? Of waar moet ik nog beginnen beeld houden om deze oefening in gang te krijgen? En als je basis goed is en je hebt al je basis, dus je ABC staat erop, dan kun je zo moeilijke woorden en zinnen maken als je maar wilt, want je ABC is beheerst. En je zit is het grootste onderdeel van je ABC. Als je zit er niet is, ga je nooit een pirouette kunnen rijden. Als je zit er niet is, ga je nooit een zuivere stop kunnen hebben. Dus dat is gewoon, ik hoop dat elk paard dat je in je handen krijgt, dat getraind is door iemand die dat belang van de zit effectief kent en ook effectief beheerst en gaat gebruiken en gaat installeren op je paard. En niet dat kapot gaat maken, want dat is wel zonde. Goed, zijn er nog vragen? Want dat waren al 2 vragen. Er was ook iemand die dat zei, ik heb geen eigen paard. Charlotte zei dat. Ja. Dat is niet verplicht om een eigen paard te hebben. Het gaat erover hoe vaak kun je naar die paarden gaan. En zijn die eigenaars daar ook mee akkoord dat jij op die manier gaat rijden? En als ze dezelfde visie hebben, is dat super fijn, omdat je dan samen kunt werken. Als ze niet dezelfde visie hebben, gaat je het gevoel hebben dat je af en toe
uw paardje een keer gaat moeten een reset button geven. Dat je het gevoel gaat hebben dat je je vorige sessie nog eens helemaal opnieuw moet doen, omdat er iemand anders heeft opgereden en bijvoorbeeld terug verdoving heeft gebruikt. Ina zegt, mijn zesjarige Tinker heb ik zelf zadelmak gemaakt en ik merk dat zij vaak doorloopt als ik iets vraag en ze snapt het niet. Balans is niet zo goed. Stoppen op zit kan ze wel, als ze zin heeft. Ja, of als ze op de juiste manier is voorbereid, is ook heel vaak een eigenschap die daar aanwezig moet zijn om te kunnen stoppen op zit. Maar ik merk dat er veel frustraties zijn bij beide als ik met haar rij. Alles vanaf... nu is haar bericht weer. Alles vanaf de grond vindt ze leuk. Grondwerk richt niet de vrijheidsdressuur. Ze zwiept vaak met haar start en loopt ook niet zo vlot in draf. Ik merk dat ze heel onzeker is. Zou dit beter met freestyle? Mijn lesgeefster academische rijkunst zegt dat ze enorm scheef is. Maar ik kan haar niet helpen, omdat ik het haat. Oké. Uw paard komt mij bekend voor. Dat is precies hetzelfde als die Tinker hier op die foto. Wel, je zit met een paard dat eerder houdt van de korte sessies, waarbij daar niet te veel energie verbruikt moet worden. Vermoed ik. Dus dat zijn type paarden die daar heel graag denkwerk doen en minder graag fysiek werk doen, zoals grondwerk en vrijheidsdressuur. Dat is denkwerk. Dat is niet zozeer van ik moet galopperen met een ruiter op mijn rug. En die zijn inderdaad heel vaak ook scheef. Die scheefheid, in het begin is rechtrichten heel vermoeiend, omdat dat heel veel detailwerk is en omdat dat nogal geforceerd aanvoelt in het begin, totdat je daar een beetje behendigheid in hebt, in je paard ook. En dan ineens komt er een klik en dan wordt dat heel verslavend. Die foto die je ziet, is een van mijn... Dat was ergens mijn eerste jaar van het rechtrichten. En mijn paard is ook schots en scheef. En bijna elk paard is vrij scheef. Ik heb daar een jaar op aan het vloeken geweest, op dat rechtrichten. Dat wilde niet weten. Iedereen had dat in het begin. Ik heb weinig mensen en klanten die gaan zeggen, aan mij rechtrichten, ja, ik vind dat echt superleuk. Ja. Dus vanaf de grond kan ze het wel al redelijk goed sinds haar 3 jaar. Maar vanaf dat je in het zadel zit, vindt ze het moeilijk om haar een balans te vinden of om haar werkwilligheid te vinden. Ik denk dat je met haar heel vaak gaat moeten werken op motivatie. Ik denk dat korte sessies voor haar veel aangenamer zijn dan ik ga een uur liggen ploeteren. Die gaat sowieso freestyle heel leuk vinden. Ja, uw lesgeefster kreeg meteen die travers eruit en ze wist direct, uw paard wist direct wat dat ze bedoelde. Dat is omdat uw lesgeefster exact weet wat dat ze wilt, wanneer dat ze het wilt en hoe dat ze het wilt. Dus het is nooit verkeerd om op een paard te gaan rijden, dat het kan, zodat je jezelf kunt opvoeden in hoe moet het voelen. Dat is altijd een hele goede tip dat ik heel graag meegeef als uw lesgeefster eigen paarden heeft. Ga eens... Vraag is of je op een van haar paarden mocht rijden om te voelen hoe dat een goede travers nu eigenlijk moet voelen en hoe dat je timing nu eigenlijk juist moet zitten om die benen op de juiste manier eronder te zitten. Ja, als je precies weet bij andere paarden wat dat je wilt, is het inderdaad bij je eigen kind veel moeilijker. Dat is waar. Dat is echt waar. Dat is met trailerladen ook. Je moet proberen om je emotioneel afstandelijker te maken van je eigen paard en dat je dat bij andere paarden moet doen. Dat is gewoon zo. Je bent ook veel sneller gefrustreerd als er iets niet lukt bij je eigen paard, omdat je weet dat bij andere paarden wel lukt die dat waarschijnlijk gewoon dezelfde problemen hebben. Ja, voilà. Ik ken het probleem. Het is een van de moeilijkste knoppen dat er bestaat om te draaien. Dat is afstand nemen van je eigen paard, zodat je er emotioneel neutraal mee kunt werken en toch je band niet verliest. Je wilt echt niet weten hoe vaak dat ik dat bondpaardje al
vervloekt hebt omdat het zo moeilijk in is. Maar kijk, eens dat je die knop kunt omdraaien, kun je in vrijheid in de bossen rijden. Ik hoop dat dat je een goede moed geeft. Probeer daaraan te denken. Ga echt stap per stap. Je paard vraagt aan u om rustig en traag te werken. Om heel concreet te werk te gaan. Vermijd die verwarring. Denk aan alle tips die ik u nu gegeven heb over al uw trainingen, allemaal. En dan ga je echt wel al een pak verder geraken. En hopelijk gaat er al een deel van die frustratie wegvallen. Hè? Ik heb hier nog wat vragen. Is het beter om dit te oefenen zonder zadel, zodat er minder ruis is? Als je voldoende eigen balans hebt, van jezelf als ruiter, vind ik dat wel fijn om zonder zadel te rijden. Er is inderdaad minder ruis, je hebt veel meer direct contact. Je paard vindt dat waarschijnlijk ook fijner. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze het kunnen met zadel. Omdat ze dan weet dat ze gaan reageren op het lichtste gevoel dat ze hebben. En niet vergeten, hè, uw paard voelt een vlieg op hun velgen. Als ze een vlieg kunnen voelen, dan kunnen ze u ook voelen met een zadel erop. Dus je mag daar redelijk precies mee omspringen. Ik vind het fijn zonder zadel. Ik heb nogal een breed en aangenaam paard. Als je een stokkenpaardje hebt met nogal een stevige ruggengraat, begrijp ik dat dat niet zo fijn is om zonder zadel te rijden. En dan laat het zadel er gewoon op liggen. Of een bareback bed of zo. Kan een klikker ook helpen bij een training in freestyle? Natuurlijk. Als uw klikker uw secundaire beloning is en uw brug vormt, dan kunt je elke goede gedachte belonen met uw klikker door, dat is uw warm-koud spelletje, ga iedere keer warm, warm, warm zeggen en jij zegt gewoon warm met uw klikker. Als uw klikker op een goede manier geïntroduceerd is, dan kan dat zeker. Vergeet dan wel niet om uw primaire beloning te geven. Als dat snoep is, dan moet je af en toe ook bevestigen met uw koekje. En als dat rust is, dan moet je zeker ook bevestigen met rust. En als dat een krabbeltje op hun jeukerig plekje is, dan moet je dat ook gebruiken. Alles wat je kent, dat positief is voor je training, mocht je hierin gebruiken. En dat geldt bij elke training. Als je weet dat het werkt, gebruik het. Als je weet dat het werkt bij uw paard, gebruik het dan bij uw paard. Ik ben daar geen zwart-wit denker in. Ik ga nooit zeggen dat koekjes of een gemotiveerd paard voor eten, dat je dan geen eten mocht gebruiken. Als je paard gemotiveerd is voor eten, dan mocht je juist eten gebruiken. Want dan wordt het een heel groot leuk spel voor je paard. En dat is veel aangenamer om te werken. Voilà. Ik weet niet, heb ik misschien een vraag gemist? Voorlopig nog niet. Zijn er nog vragen in verband met het freestylen of over hoe dat je daar geraakt? Ik raad ook altijd aan om in de piste te beginnen. Of in een roundpen, een plek dat ze goed kennen, waar ze zich comfortabel voelen. Zodat je jezelf niet direct in gevaar brengt door zonder tools buiten te gaan rijden of op een gigantische weide. Als je paard dan denkt, ik ga terug naar de kudde of terug naar de stal, dat je niet gewoon een passagier wordt en mee moet. Hè. Mijn Mary van 5 jaar is een vriesabel mak gemaakt en daarna 2 jaar op de wei gestaan. Ah ja, voilà. Dus dat betekent dat ze het verdraagt om een zadel en een ruiter op haar te hebben en dat ze dan 2 jaar terug paard mag zijn. Dus dat kan wel zijn dat je de kans krijgt om er nog heel veel zelf in te kneden. En dat is wel aangenaam, hè? Net terug mee begonnen. Het is het beste dan, zoals je zei, om te trainen voor 10 minuten. Ja, gewoon trainen en dan 10 minuutjes eindigen met je freestyle. Je moet ook denken, je paard is nog vrij jong. Dus ik zou nog niet direct iedere keer een uur beginnen trainen. Ik zou echt korte sessies doen, heel veel korte sessies. En daar heeft je paard veel meer aan dan 2 keer in de week een heel uur. Zeker als ze nog zo jong zijn, je moet echt denken dat het nog kleutertjes zijn, hè? Ze weten nog niet zo heel veel en die gaan mentaal ook heel uitgeput geraken van een trainingssessie van een uur. Die gaan direct helemaal... Concentratie is ook iets dat je moet opbouwen. Kindjes die daar in het eerste leerjaar komen, hebben ook nog niet heel veel concentratie. Je moet heel veel intermezzo's en rustpauzes hebben. En ik raad zelfs aan om nog
'S ochtends een sessie te doen en 's avonds opnieuw een korte sessie. Ik weet niet hoe dichtbij dat je paard staat, maar dat zou ideaal zijn. Want als je paard onder het zadel in galop zich nogal durft uit te gooien, bokken op spelen, hoe doe je dat in freestyle? Ja, laat je zadel er dan maar op liggen. Hè? Dan heb je iets meer eigen balans. Die Kenny, dus ook het paard waarmee ik mee rijd, als ik die in galop zet, dan durft hij nogal eens haar hoofd naar beneden doen en een paar bokkensprongetjes geven. Ze galoppeert ook niet zo graag. We zijn eraan aan het werken om dat gemotiveerd te krijgen dat ze dat wel oké vindt. Maar ja, die bokt dan een beetje en dan moet ik maar zien dat ik kan blijven zitten en er een beetje mee kan volgen. En dan bloeit dat een beetje uit, dat gebok, en dan galopperen wij rustig verder. Probeer zeker gewoon de rechte lijnen te doen. Probeer ze eventueel even te longeren, dat de scherpe kantjes er al een beetje af zijn voordat je met de freestyle oefent. Ja, en gebruik eventueel je stikje. Hè. Met een klein zweepje kun je wel eens onder hun hals een stimulatie geven om hun hoofd terug omhoog te doen. Dan is het bokken ook wel rap gedaan. Het kan wel zijn dat ze dan stilvallen uit hun galop. Dan heb ik nog een vraag. Zijn er ook paarden waarbij het onmogelijk is om die te bereiken? Nee. Volgens mij zijn er geen paarden die dat niet houden van freestyle. Als het echt onmogelijk is, dan is het door fysieke omstandigheden. Dat als je erop gaat zitten en als ze niet in de juiste balans worden gezet, dat ze dan pijn gaan hebben. Dan is het onmogelijk, omdat ze dan pijn gaan hebben, omdat jij niet de juiste ondersteuning kunt bieden in hun freestyle. Maar mentaal lijkt het mij ideaal om voor elk paard iets of wat van training te doen freestyle. Het is heel goed voor hun mentale balans en voor hun verantwoordelijkheidsgevoel. Er is wel een verschil in de hoeveelheid tijd dat je er gaat moeten instijgen om die freestyle goed te krijgen. Jawel. En voor het één paard is de weg binnen een paar maanden helemaal afgelegd. En voor een ander paard zal het 4 of 5 jaar duren. Maar dat betekent nog altijd niet dat het onmogelijk is. Nele zegt alles is duidelijk. Duidelijk dat het stap per stap aanpakken en tijd nemen belangrijk is. Voilà. Supergoed, Nele. Als je een half uurtje met je paard traint, dan denk ik dat dat zeker voldoende is. Als je daaraan nog 10 minuten freestyle aan toevoegt, dan heb je al 40 minuten. Dus ofwel doe je dan 20 minuten je training en 10 minuten freestyle. Of 5 minuutjes freestyle in het begin, 5 minuutjes freestyle op het einde. En dan kunnen jullie daar zo mee verder. Hoe ga je om met een schrikreactie? Hoe geef je ze zelfvertrouwen in die situatie? Wel, ik heb heel veel voorbereidend grondwerk gedaan voor de mentale balans. Er zijn ook heel veel rijdende oefeningen die daarvoor extra mentale balans zorgen. Want schrikreacties komen voor uit dat ze niet gefocust zijn op wat jij aan het doen bent, of dat ze zich mentaal niet optimaal voelen voor de oefeningen te doen. Ik ga ook altijd eerst de mentale situatie van mijn paard aftesten vooraleer dat ik ga freestylen. Ik ga niet zeggen, vandaag gaan we freestylen of dat je het nu wilt of niet. Dus we moeten er mentaal ook klaar voor zijn om die freestyle te doen. Heb ik toch een schrikreactie in mijn freestyle, dus ik zit erop zonder hoofdstel en zonder zadel en mijn paard verschiet, dan heb ik nog al mijn isolaties die ik kan gebruiken om een achterhand te verzetten en die schrikreactie direct te blokken. Ik blijf die achterhand ook verzetten totdat ze rustig in en uit ademen en even terug gekalmeerd zijn. Er zijn paarden die een korte schrikreactie hebben en er heel snel vanaf zijn, dus dan verzet je die in achterhand en je zorgt dat je erop kunt blijven zitten. Pak nou aan wat manen vast als dat nodig is. Zorg dat je erop kunt blijven. Safety first natuurlijk. Maar heb je een paard dat schrikt en denkt... Ah, oké, het is weg. Dan kun je gewoon verder doen zoals dat je bezig waart. Want dat zijn iets iets gemakkelijker situaties dan paarden die dat verschieten en dat de rest van de rit met hun eigen meedragen van amai, dat was spannend. Hè? Oh, amai, ik ben verschoten. Shit. En maar nu? En dan moet je eerst die spanning eruit krijgen. En dan zorg ik wel dat ik heel vaak een stikje ergens
klaar heb liggen. Of eventueel dat die nekring ergens aan een paal hangt, dat ik die kan gaan halen voor die extra ondersteuning. Dat je ze mentaal zeker ook niet forceert om hun focus te moeten verspreiden over de wereld rondom in u. Hoe meer focus dat ze bij u hebben, hoe minder last dat je gaat hebben van die schrikreacties. En dat is ook iets dat je moet opbouwen. Dat is iets dat je moet aanleren om hun focus zo goed mogelijk bij u te houden. Als er een geweerschot gaat en uw paard verschiet, dan heeft het niks met focus te maken. Hè? Dat is gewoon verschietachtig. Dat hebben mensen ook. En dan doet je uw mentale oefeningen, zodat uw paard zijn angsten terug kan loslaten, dat die spanning wegvloeit en dan kunnen we rustig verder doen. Ik hoop dat een antwoord biedt op uw vraag. Er zijn oefeningen die dat uw paard zowel fysiek en mentaal spanning kunnen laten afvloeien. En dat zijn oefeningen die daar heel interessant zijn als je een spokerig paard hebt. Voilà. Alles duidelijk. Goed. Als er nog vragen zijn, is het nu de moment om die te stellen. En anders gaan we afronden. En dan gaan we kijken hoe het jullie vergaat. Jullie mogen zeker altijd mailtjes sturen met nog extra vragen. Als je een trainingssessie hebt gehad en je hebt vragen, stuur een mailtje, stuur een kort videootje. Kort, daarbij bedoel ik minder dan 5 minuten. En dan krijg je wel feedback van mij. Zeker nu in deze tijden. Je kunt niet zeggen van, oh, ik wil kei graag een les, kom eens langs. Dat gaat momenteel niet. Ga zeker aan de slag. Maak een videootje van je probleemsituatie. Stuur het door, vraag om feedback. Ik ben hier echt om jullie te helpen. Ik wil dat iedereen vooruit geraakt. Daarom dat ik ook deze webinar heb gegeven. En hopelijk kunnen jullie allemaal de lockdown overleven met dit webinar en het toepassen van de oefeningen. Super bedankt voor het webinar. Ik begin straks met de kegel. Voilà, zo mag ik het horen. Direct concrete aanpak. Ga ervoor. Oké, succes iedereen. Ik ga afronden. Graag gedaan. Hopelijk zie ik jullie nog eens terug. Voilà, super. Heel leuk. Oké, toppie. Goed, dan ga ik het webinar afsluiten en laat zeker weten als er iets nodig is. Hè. Bye!